De Yoni en Lingam Yoga is een reeks oefeningen die zijn samengesteld uit Yin Yoga, de Kundalini en de Tantra. Dit legt Tonia Wangsheng, yoga-instructrice, uit. Ze heeft afgelopen zondag de eerste workshop over deze vorm van yoga gehouden. Yoni is de verwijzing naar het vrouwelijk geslachtsdeel en Lingam verwijst naar het mannelijk geslachtsdeel. Volgens Wangsheng betekent yoga eenheid in lichaam, geest en gevoel. De instructrice wijst erop dat het belangrijk is dat zowel mannen als vrouwen ontdekken dat zij mannelijke en vrouwelijke energie in zich hebben. Daar gaan de workshops die zij organiseert over. Nou, de workshop is bestemd voor zowel singles als voor stellen. En in principe, als je gewoon goed in je vel zit en je hebt ook het gevoel dat je tevreden bent over je seksleven, of je nou wel of niet heel actief bent, maar als jij voelt dat je tevreden bent en jezelf goed kan uiten, dan is deze workshop gewoon een gelegenheid om jezelf te verdiepen en echt in contact te komen met je vreugde, een gevoel van extase op te kunnen wekken. En als je het gevoel hebt dat dat geblokkeerd is bij je, dat je niet goed in het dagelijks leven bij je vreugde kunt komen, vaak wat gedeprimeerd bent of moe of pijn hebt in je rug of hoofdpijn, dat zijn eigenlijk allemaal signalen dat de seksuele energie niet goed stroomt. En dan is deze workshop heel geschikt om eens te ontdekken hoe komt het dan? Is je vrouwelijke energie uit balans of je mannelijke energie? Overheersen ze elkaar? Of kom je tekort in een bepaald gebied? En tijdens de workshop ontdek je hoe dat zit in jouw seksuele energie, die dus onderverdeeld is in mannelijke en vrouwelijke energie. En het gaat erom dat die twee in balans zijn met elkaar. En tijdens de workshop werken we daaraan. Deze workshop leert ons de energie in ons lichaam te voelen, zegt de instructrice. Volgens haar is het volgens de eeuwenoude geneeswijze zo dat seksuele energie fundamenteel is. Het heeft dus niets met seks te maken. Bij de Yoni Lingam Yoga Workshop ligt de focus dan ook helemaal op het lichaam en wat er binnen gebeurt. Voort zegt Wangsheng dat zij ook rekening houdt met personen die een blessure hebben. Ik focus me vanuit de yin-yoga vooral op het niergebied en het hartgebied. Dus het gaat echt over poses die je helpen om de stretch te krijgen in het hartgebied en in het niergebied. Omdat die van oudsher verbonden zijn met onze seksuele energie. En daarnaast werken we veel met de ademhaling om de energie goed te activeren. En daarnaast is er gewoon een stuk, laten we zeggen, geleide meditatie. Dat je ook daar zelf een omschrijving voor krijgt van wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus ja, er wordt heel veel bewogen en sommige posities zijn best pittig ook. Er wordt best wel wat van je gevraagd ook. En dat vooral dus. En veel ademhalen. Tonia Wangsheng, yoga-instructrice. We spraken haar naar aanleiding van de Yoni en Lingam Yoga workshops die zij verzorgt. De workshops worden in Ons Erf aan de Prins Hendrikstraat gehouden.